Welkom bij de vierde Research at Nederland-podcast. In de weken richting zaterdag 19 juni nemen we u zes keer mee met een gast waarmee we de onderwijsactualiteit bespreken en een doorkijkje maken naar de mooiste onderwijsconferentie van ons land, daar waar onderzoek en praktijk in elkaar overvloeien. Mijn naam is Jan van der Wen en dit is aflevering vier van de Research at Nederland-podcast. De man die wellicht het allermeest wordt geciteerd in internationaal onderwijsonderzoek, is vandaag onze gast. Geboren in New York en woonachtig in het prachtige Zuid-Limburg. Terwijl zijn Engelse moedertaal soms nog door zijn Nederlands heen schittert, is van een Limburgs dialect echter weinig terug te horen. Sinds anderhalf jaar emeritus hoogleraar van de Open Universiteit, die hij zelf mee opzette in een tijd waarin afstandsonderwijs nog slechts een keuze was. Promotor van bijna 50 gepromoveerde onderwijswetenschappers met Carl Hendrik samen de auteur van How Learning Happens. Co-auteur van zowel wijze lessen als op de schouders van reuzen. En nog heel wat meer. Internationaal research-ad-icoon Paul Kirschner. Paul, uh, welkom. Uh, we hebben afgesproken dat ik je mag tutoriëren totdat jij minister van Onderwijs wordt. Wat heb je met Research Ed? Nou, van alles en nog wat. Ja, ik, uh, sinds 2015, 2016 uh, ga ik uh, in Engeland, Schotland, waar dan ook naar Research Ed. Uh, ik uh, heb een hele goede relatie met uh, Tom Bennett. Mm -hmm. Er zijn zelfs foto's van ons twee in, uh, in kilts. Ik in zag hem ooit Research in uh, Schotland. Ja, ik heb tegen hem gezegd: Van. Uh, ik wil graag een kilt dragen, maar onder één voorwaarde. Ja. En dat is dat jij ook een kilt <laughs> draagt. Dus we hebben alle twee in uh, zo'n in, in, in tenue. Ik vind het een van de meest geweldige initiatieven. die er bestaat. Het is ja. gericht op docenten. Ze moeten hun, hun vrije zaterdag daarvoor inleveren. Mm -hmm. Het wordt. Voor een zeer schappelijke prijs heb je topmensen uit wetenschap en onderwijs die proberen uh, evidence-informed leren, doseren, over te dragen aan docenten wat het is. Uh, er is geen afstand tussen de deelnemers enerzijds en de presentatoren anderzijds, mm -hmm. omdat vaak zijn de presentatoren in de volgende sessie gewoon een leraar ja. die zit te luisteren naar een andere heel lachdrempelig. Ik vind dit gewoon een geweldig initiatief en ik zie dat dit vruchten afwerpt en ik ben zo blij dat ik daar een deel van mag zijn, zo stel ik het. Uh, om te proberen uit te leggen van wat effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs leren, studeren is. Nou, dat is hartstikke mooi. Over die vruchten ook straks, maar ook over research er straks meer. En het tweede blokje ook over de twee sessies die jij gaat doen. Op 19 juni. Um, je noemde Tom Bennett al. Um, je bent de enige persoon op aarde, geloof ik, met een t-shirt van Research at Research at Legend. met je eigen afbeelding erop, die je van Tom hebt gekregen, ja. uh, ontworpen door onze eigen uh, Joanne. Um, nou, ik heb al wel eens gehoord dat uh, uh, van René Knijber, onder andere. Dat wanneer een Research at ergens anders is um, in het buitenland en uh, je komt binnen. Um, dat alle hoofden draaien. Dus je bent wat dat betreft um, ook wel een van de internationale grootheden. Um ik ben ook wel benieuwd naar de actualiteit, de onderwijsactualiteit, wat jou betreft, uh, Paul. Um, en dan begin ik heel even met een uh, debat, wat uh, voor het weekend geweest is: dat de middelbare scholen uh, zouden open moeten. Ik weet niet wat er uh, tussen opname en publicatie van deze podcast nog meer allemaal gebeurd is. Maar um, nu heb ik begrepen dat jij voor het eerst in 15 maanden uh, vanochtend met de trein hier naar onze studio in Culemborg bent gekomen. Um, ontzettend voorzichtig geweest in 15 maanden rondom uh, COVID-corona. Uh, um, hoe kijk jij naar die hele discussie over het openen van die middelbare scholen? Nou, um, hm. ik moet daar een beetje voorzichtig over zijn. Um, ik ben geen viroloog, ik ben geen epidemioloog, ik ben geen luchtverversingsdeskundige uh, of wat dan ook. Um, ik zeg altijd, ik leid niet aan uh, een expertise-generalisatiesyndroom. Mm -hmm. Trouwens een neologisme die ik bedacht heb. Ja. <laughs> um, uh, dus ik ben schoenmaker, ik blijf bij mijn leest. Um, het enige wat ik erover zeg kan zeggen... is dat ik vind het een beetje raar, een beetje inconsistent. Um, musea, um, dierentuinen... waarin je in de open lucht bent... mag je met een zeer beperkte, beperkt aantal... Mensen naar binnen. Een restaurant gaat heel voorzichtig. We mogen het niet al te snel doen en te, te veel. Terwijl je daar zit met de helft van de normale aantal cliënten. Met bediening die allemaal met maskers of spatschermen of wat dan ook zijn. Dat dat met de uiterste zorgvuldigheid wordt gedaan. Wordt geopend. Terwijl plots. Terwijl je vanaf januari mensen kon inenten. Docenten zijn niet ingeënt. Mm -hmm. Ze komen in een situatie met 25, 30, soms meer dan 30 kinderen, studenten, leerlingen, in één ruimte. Vijf, zes, zeven keer met een wisseling erin, waar mensen voortdurend langs elkaar heen schuren en waar het onmogelijk is als docent anderhalf meter te houden, al wordt gezegd van en studenten, leerlingen blijven anderhalf En dat dat ineens zonder meer kan terwijl je vier vijf maanden de tijd had om deze essentiële mensen omdat het dus hartstikke belangrijk dat leerlingen weer terug naar school mogen dus het is essentieel dat je niet het beleid heeft ingevoerd dat de mensen die daar voor de klas staan die 25 kunnen zijn maar ook 55 60 zijn mm. dat die allemaal minstens twee keer ingeënt zijn of als we met een andere Jansen één keer voordat je ze voor de leeuwen gooit. Yeah. Ik begrijp het gewoon niet. Nou, dat is wel ook een mooi bruggetje naar uh, het andere onderwerp wat ik met je wilde bespreken, Paul. Die inconsistentie van beleid. Uh, weinig uh, idee uh, achter het beleid. Um, want ik wilde het ook heel even met jou hebben over um, het leraartekort. Uh, 2007 uh, commissie leerkracht onder leiding van Renault Kan. Eerste zin. Uh, mind you, 2007. Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Um, als ik jou nou vraag um, hoe um, ja, je terugkijkt naar die afgelopen 14 jaar en het lerarentekort, het beleid wat daarop is gevoerd, um, hoe kijk je daarnaar? Nou, ik denk dat mijn eerste antwoord is: is geen beleid geweest. Het is uh, de ene hapsnap uh, maatregel gevolgd door een andere, zonder enige. Ja, Lange termijn denken over hoe en wat. Um, ik ben een liefhebber van iets wat heet backcasting. Waar wil je zijn over 15 jaar? We weten dat het moeilijk is. Daar willen we zijn. We willen goed opgeleide leerkrachten hebben. We willen voldoende leerkrachten hebben voor het aantal kinderen en lessen die gegeven moeten worden en dan backcasten. Wat hebben we daarvoor nodig? Mm -hmm. Niet wetend wat morgen of overmorgen, dus je zet niet 17 stappen uit die je slaafs moet gaan volgen. Uh, grote industrieën gebruiken dat we willen fossielvrij in 2050. Wat mm -hmm. voor stappen hebben we nodig? Er is geen beleid geweest. Ieder minister, ieder staatssecretaris komt binnen en heeft een ideetje, een plannetje om iets te doen. Wat een jaar of twee jaar later niet meer uitgevoerd wordt. Er is geen, nou zoals uh, Vroonhoven zegt. geen structureel beleid, langdurig beleid. waarin je zegt: van dit gaan we doen. en iedereen blijft met je pootjes ervan af. we gaan het uitvoeren om A of B of C te bereiken. Dat hebben we niet in Nederland. Het is allemaal wan van de dag. En um, om dat nou te voorkomen in een volgend kabinet, he, uh, wat, wat zou dan het eerste moeten zijn wat een nieuw bewindspersoon um, um, in gang gaat brengen op zo'n zo plek als minister van Onderwijs ten ja, aanzien van het leraar? Ik weet niet of er één is. Er zijn misschien, denk ik, twee. Eén uh, is: zorg maar dat het een aantrekkelijk beroep is. Dus dat betekent, hou op met uh, eerste graad, uh, verdient meer dan een tweede graad. Terwijl ik denk van zes gymnasium heb je het stuk makkelijker dan één VMBO. Uh -huh. ja? uh, trek dat punt 1 gelijk en omhoog. Geef mensen de mogelijkheid om te groeien en daar tegenover beloond te worden. Hou op met de voortdurend zuren aan hun kop, hun steeds nieuwe dingen geven die ze moeten gaan uitvoeren. Uh -huh. Ja, nu moeten ze dit. Volgende week moeten ze dat. En in, in, drie weken daarna is er weer iets anders eraan toegevoegd wat ze moeten doen. Dus maak het een aantrekkelijk beroep. Dat is punt één. Mm -hmm. En punt twee, zorg maar dat je niet alleen maar voldoende leerkrachten hebt, maar dat ze ook kwalitatief top docenten zijn, ja. dat ze de hoed en de rand weten van hoe mensen leren, hun eigen vak. Mm -hmm. En de didactische, didactische technieken die ze tot hun beschikking hebben. Zorg maar dat ze alle drie hebben. Dat kan betekenen dat je verlengt de lerarenopleiding. Omdat het ja. is nu ongelooflijk kort. Dat je bepaalde dingen eruit schrapt. Want je zegt van dat heeft niets met leren en doseren. Het is niet dat ik zeg pedagogiek is niet belangrijk. Mm -hmm. Hartstikke belangrijk. Dingen over motivatie. Hartstikke belangrijk. Maar de eerste taak is om te zorgen dat kinderen wat. Leren. Yeah. En dat moet je goed doen in een goede PABO of een goede lerarenopleiding. Dus maak maar een nationaal curriculum daarvoor. Zoals ze in Engeland nu aan het doen zijn. Yeah. Ze hebben gezegd van, nou, zo, dit moet erin staan over hoe mensen leren en hoe je kan doseren. Dat is niet uh, 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 zeg maar een, een, iets van, iedereen moet hetzelfde doen. Maar je weet dat iedereen die klaar is dat dat het, het geval is. Ze hebben ook opgezet dat in de eerste twee, drie jaar... dat er ruim voldoende geld en tijd is... voor nieuwe leerkrachten in te werken, gecoacht ja. te worden. Dat dit structureel een deel ervan is. Ik ben geleid geen beleidsdeskundige. Maar ik denk dat je die twee dingen moet gaan doen. En je moet als minister van Onderwijs zeggen van... hoe kan ik over vijf, tien, vijftien jaar... waar wil ik zijn... Qua aantal en qua kwaliteit. En dan backcasten van wat zijn de stappen die daarvoor nodig zijn. Ja, en daarbij is een aantrekkelijk vak uh, en een uh, uh, kwalitatief goede opleiding. En niet alleen die vier jaar, maar ook nog daarna. Um, en ook voor zittende leraren, dus, um, evident. Um, ja. Nou, heb ik nog een andere vraag voor je? Uh, Paul als laatste in dit blokje. Uh, vorige week was het rond de tafelgesprek rondom het nationaal programma onderwijs. Uh, een paar maanden terug hebben we nog een keer een rond de tafelgesprek, ten aanzien van uh, um, ja, de crisis, ten aanzien van het leesonderwijs. Uh, en nu zie ik van. Alles en iedereen langskomen altijd bij zulke ronde tafelgesprekken. Um, vertegenwoordigers, uh, nou, Merel van Vroonhoven toverde vorige week nog een roze olifant over dat lerarentekort op tafel. Trouwens, heel zinnig wat ze zei. Ja, zeker. Een mooi consistent verhaal. Ja. Uh, ben ik het helemaal mee eens. Maar ik zie eigenlijk nooit... Um, Paul Kiersner, um, he, zoals ik in de inleiding al gezegd heb, de meest geciteerde, uh, wellicht de meest geciteerde onderwijsonderzoeker uh, um, wereldwijd. Uh, hoe, hoe kan dat nou dat jij nog nooit aan uh, zo'n ronde tafel hebt deelgenomen, uitnodiging hebt ontvangen? De menukaart voor het evidence-informed onderwijs, een term ja, waar jij uh, um, toch mee bent begonnen. Um, hoe kan dat? Ja, dan moet je niet aan mij vragen. Je moet aan de mensen die dat allemaal organiseren. Ik ben twee keer, drie keer uh, voor de onderwijswoordvoerders ja. in een meer uh, roundtable daar van mensen van allerlei plommage. Um, je moet het aan hen vragen. Ik, ik, mijn, mijn, mijn vermoedens kan zijn van. Um, uh, terwijl als het over corona gaat, hebben we het idee van we moeten virologen hebben yeah. en epidemiologen die echt de hoed en de rand weten van uh, virus en virusverspreiding en alles en nog wat. Maar als het over onderwijs gaat, uh, iedereen die een mening heeft, die mag het verkondigen yeah. en alle meningen zijn evenveel waard. En neem me niet kwalijk, uh, iemand zijn kennis is veel meer waard dan een ander zijn of haar. Mening. Snap je? Want heel even hè, voor de duidelijkheid: uh, uh, sla je uitnodigingen af of zit jouw deur pot dicht? Of kan uh, het ministerie van OCW juist ook best aankloppen bij, uh, um, bij Paul Kiersner? Dus iedereen kan bij mij aankloppen: van uh, basisschoolleerkracht uh, die mij een e-mail stuurt met een vraag, uh, tot en met uh, de minister en uh, leden van de Tweede Kamer mogen altijd bij mij komen aankloppen, wetend dat ik. Ja, zonder last en ruggenspraak. ik vertegenwoordig niemand. Ik vertegenwoordig alleen maar goed leren. Mm -hmm. Leren wat effectief, efficiënt en ook bevredigend is, zowel voor de docent als de leerling. Dat is het enige wat ik vertegenwoordig. Nou, en ik vertel mijn mening en uh, alleen maar over wat ik weet. Dat is goed te weten voor uh, een nieuw bewindspersoon die straks uh, aan de hoftoren aan de slag gaat. Uh, Tips altijd uh, uh, bereid, uh, Paul Kiersner. Um, we gaan nu naar de Tishausers-tip. Paul spreekt wijze woorden over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en de lerarenopleiding. Gelukkig kunnen we ook dit jaar een aantal lerarenopleiders welkomen op Researchhead. Pablo-docenten Koen Steeman en Wouter Duim bespreken hoe we het beroep met name voor mannen aantrekkelijker kunnen maken in hun sessie. Meesters voor de klas krijgen en behouden. Erik Meester van de Academische Bachelor Pedagogische Wetenschappen voor het primair onderwijs aan de Radboud Universiteit vertelt hoe je met een gedegen aanpak een curriculum voor de basisschool kunt ontwerpen. Paul wijst ook op de noodzaak van een goede begeleiding van beginnende leraren. Als je echt wilt groeien in je vak, heb je een leerklimaat nodig op je school die het mogelijk maakt om samen te professionaliseren. Luc Pinkaars en Amber Mulders. Vertel in hun sessie hoe ze bij de saamscholen samen professionaliseren hebben georganiseerd. Ik zie je graag op 19 juni op Research Chat. Tot dan. Paul, um, zaterdag 19 juni, uh, twee sessies van jouw hand samen met een aantal onderwijscollega's. Uh, de... Eerste sessie in de ochtend is samen met Hanna Belsma en Adrie Visser. Uh, jullie schrijven daarin in het sessievoorstel Evidence Informed Verbeteren van Onderwijs has a thin record of success. Jullie hinten ook wel op het succes van uh, Op de Schouders van Reuzen en Wijze Lessen, twee publicaties. Het groeiende uh, aandachtsperspectief richting bijvoorbeeld Evidence Informed Onderwijs met Research Ed, uh, sowieso rondom effectief lesgeven. Uh, maar jullie geven ook aan dat het nog niet echt leidt tot wezenlijke verbeteringen. Um, en hoe komt dat nou eigenlijk? Um, wat is jouw korte antwoord uh, daarop? Ja, Natuurlijk ga ik niet uh, uitgebreid op in... Omdat anders hoeft men op uh, de 19e niet naar de sessie te komen. Houdt Dan zit het ik met iets... een lege kamer, ja, dus dat, dat heeft geen <laughs> zin. Ik ga ook geen gas uh, voor de voeten weg van mijn uh, collega's. Uh, het valt alleen maar over te, te, te speculeren. Uh, punt 1. Um, wat wij verkondigen... In die twee boeken bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een vreemde eend in de bijt voor de meeste docenten. Mm -hmm. Ze hebben in hun opleiding nauwelijks over gehoord. Ze hebben wel multiple intelligences en leerpyramides en leerstijlen en wat dan ook. Het is niet een deel van hun standaard denkkader. Dus je vraagt aan mensen om een enorme verandering te gaan maken en iets waar ze niet voor geleerd hebben. Dat is gewoon heel simpel. Ze hebben ook geen docenten gehad op de leraaropleiding, de Pabo's, die dat ook aan ze geleerd hebben. Dus je vraagt, punt 1, in totale verandering van denken en doen. Mm -hmm. Punt 2, er is een bepaalde iets ingeslopen, dankzij, nou, Freudentaal instituut en uh, uh, dingen zoals uh, 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 realistisch rekenen. Wat echt voet aan de grond heeft en in alle leerboeken. Bijna alle leerboeken gebruikt wordt. Nou, probeer nou eens een keertje daar verandering aan te brengen. Als het, het leerboek wat ze gebruiken, totaal daarop gestoeld is. Ja. Punt 3. Het is geen. Nou is een verkeerde woord, maar er is geen echt goede kwaliteitscontrole op wat er gebeurt. Er worden allerlei Bedoel redenen dan... gezocht buiten. Uh, het onderwijs geven zelf, waarom iets niet goed gaat of iets wel goed gaat. Dat heet attributietheorie. En bedoel je die kwaliteitscontrole dan uh, op de opleiding uh, of de kwaliteitscontrole uh, op datgene wat er in scholen gebeurt? Allebei in de klas. Er is geen kwaliteitscontrole ja. op, uh, op de, de, de opleiding. Ja, iedereen mag doen, elke school, wat hij uh, wat, wat wil. Dat is gewoon heel simpel. En dus bij de ene krijg je... Nou, we hebben het gezien met een onderzoek... wat uh, uh, Tim Surma, Christel van Hooijwegen en Gino Kramp en ik uitvoerden. We gingen kijken naar wat staat gewoon in de leerboeken... Ja. Op, de, uh, op, op de leraaropleiding en, en, en de, in de pedagogische academies en, uh, en zo. En wat we vonden is van de, geloof ik, uh, 63 leerboeken en syllabi... zijn de twee, zou je kunnen zeggen... Best bewezen studeer- en leerstrategieën mm -hmm. kwamen bij één opleiding allebei voldoende aan bod. Yeah. Vanuit de 22, 23 lerarenopleidingen in Nederland en in Vlaanderen. En de rest kwam het met een pagina of twee in hun leerboeken en syllabi yeah. voor. Nou, dat noem ik. Probeer een arts op te leiden die nooit iets over. Nou. Pathologie, uh, anatomie. Uh, uh, dat is interessant heeft geleerd. Wat je, wat je zegt. Want dat schrijven jullie ook in je sessievoorstel. Voor die sessie met uh, Hanna Belsma en Adrie Visser. Um, dat bijvoorbeeld in de geneeskunde, hè, je zegt nou een arts, maar ook in de landbouw, um, dat daar wel gewoon vaak de effectieve praktijken grootschalig benut worden. En terwijl dat in het onderwijs, uh, ja, toch een stuk lastiger is. Waar zit hem dat in? Wat is het verschil tussen een uh, sector als de geneeskunde of de landbouw, um, waar er wel heel erg gekeken wordt naar die effectieve bewezen praktijken, en het onderwijs, dat dat men niet echt voet aan de grond krijgt, of maar moeizaam voet aan de grond? Ik, uh, ik... Ik heb ooit eens een blog geschreven over wanneer wordt de onderwijswetenschappen volwassen. En um, er, ik, in medicijn of in landbouw heb je bijvoorbeeld medicijn heb je Cochrane's. En daar laten ze zien wat werkt gebaseerd op deugdelijk onderzoek. Mm -hmm. Je hebt met de Educational Endowment Foundation Soms goed, soms slecht. Heb je in ieder geval een soort clearinghouse van wat werkt en wat niet werkt. Je hebt dienst voor impact in de Verenigde Staten. En daar maakt men gebruik van in hun opleidingen. Je ziet dan uh, bij de opleidingen wat nu voorgeschreven wordt, wat moet in de opleiding van leraren in Engeland, is gebaseerd op de wetenschap. Ja. In Nederland, ik weet niet of het ligt aan artikel 23, vrijheid van het onderwijs. Men is bang om te zeggen van, dit moet je doen. Terwijl dat niet ja. bij andere vakgebieden het geval is. Alle rechtswetenschappers moeten een bepaalde basiscurriculum ja. hebben. Het is een bepaalde mate van opgelegde structuren in de opleidingen, maar ook in de uitoefening ja, van het boek. Ja, het zijn volwassen gebieden. En advocaat Moskowitz heeft onder andere zijn toga-recht verloren Toch het feit dat hij zich niet liet na- en bijscholen. Ja. Het uh, is ondenkbaar dat een arts dat niet doet. Ja. Terwijl bij het onderwijs... Ja, je mag het wel. Je mag ook een cursus yoga ja. gaan doen of mindfulness als docent. Maar bijscholen in de nieuwste wetenschappelijke inzichten, dat speelt geen rol. Ja. Dus, je doet nog een sessie, hè, Paul? Ja. Uh, 19 juni samen met uh, Tim Seur. Maar je noemde hem net al heel eventjes. Uh, en daar haal je ook onder andere de uh, acht generatieve leerstrategieën aan. Um, welke, welke leerstrategieën um, zijn dat en kunnen we daar iets mee ook uh, in de praktijk, noem er een paar nou ik noem een paar, Eén um, is uh, zelf uh, vragen voor jezelf stellen andere is doseren het aan een andere een derde is uh, uh, gebruik maken van tekeningen of, uh, of, concept, of, of mapping ik zal niet zeggen, mm -hmm. concept mapping um, zijn allemaal wat je zou noemen, de, de heet generatief of productieve je zou ook uh, kunnen noemen uh, in het Engels desirable difficulties, mm -hmm. wenselijke moeilijkheden. Het zijn strategieën die zorgen dat je dieper moet gaan nadenken dan de oppervlakte over wat je geleerd hebt, om verbanden aan te brengen. Bijvoorbeeld als je tekenen gebruikt, dat betekent je moet denken over iets wat je gelezen hebt of mm. gehoord hebt en pro dat proberen te vertalen in een tekening. Dus je leert over condensatie en uh, 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 warme, al met de warmte komt er uh, uh, vochtige lucht uh, omhoog, komt het bij de wolken, uh, hoe hoger het is, hoe koeler het wordt, condenseert het bij elkaar. Als het groot genoeg is gaat het naar beneden enzovoort, stroomt het af. Nou, dat lees je in een boek. Ja. Yeah. Yeah? Misschien zie je zelfs een afbeelding daarvan. Maar als je dan moet zelf een tekening daarvan maken... van hoe zo'n cyclus werkt... Ja. dan word je gedwongen om de belangrijkste dingen eruit te halen. Verbanden aan te leggen. Ja? Je wordt probeert op een in, 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 in tweede wijze een spoor in je geheugen te maken. Niet alleen maar dat verbale, maar ook dat iconische mm -hmm. daarvan aan te brengen. En door dat te doen leg je meer verbanden aan... zijn de verbanden dieper en rijker. En die zijn ook in... meerdere vormen... in je hoofd. En naarmate je het vaker... en op verschillende wijzen iets gaat verwerken... des te beter je het leert. Maar belangrijker des te beter je het onthoudt. En al die generatieven... je maakt iets nieuws yeah. van. Uh, Fiorelle en Mayer... Uh, uh, Meyer, hadden acht... Er um, zijn anderen zeggen dit, alleen maar zes, omdat ja. een aantal is niet echt dat je genereert. Als je uh, alleen maar een samenvatting maakt zonder uit te wijden erover, is het niet echt generatief. Mm -hmm. ja? Dan ben je meer bezig met retrieval practice. Nou, uitstekend, maar niet generatief. Maar dat is het idee. Dus het is een beetje een wrijving tussen uh, de ene school van denken en de andere. Maar zes van de acht blijven hetzelfde. En het gaat over... Iets meer doet met wat je geleerd hebt, dan datgene wat je aangeboden kreeg, nou, um, dat is generatief. voldoende te genieten uh, wat dat betreft op 19 juni uh, ten aanzien van die twee sessies is grappig. Trouwens, ook dat je het voorbeeld van de, uh, de, de cyclus rondom water, regen, neerslag aanhaalt. Daar heb ik zelf nog een doorloopje over opgenomen uh, rondom dubbel coderen ook ja. met het tekenen erbij. Um, Paul, um, er is nog een vraag gesteld ook door Pedro de vorige uh, aflevering, Pedro de Bruikeren, uh, want je hebt zelf uh, ook ontzettend veel onderzoek, onderwijsonderzoek gedaan. Uh, ik zei al uh, een van de meest geciteerde ook in internationaal onderwijsonderzoek. Um, Pedro had een vraag: um, the one that got away. Uh, welk onderzoek had jij graag willen doen, maar is er eigenlijk nooit van gekomen? Uh, nou, ja, yeah, dat is heel simpel. Um, we kennen hopelijk de mensen die dit beluisteren, hebben ooit van de The Cognitive Theory of Multimedia Learning van Rich Mayer, gebaseerd op Cognitive Load Theory en Dual Coding Theory. Nou, dat is nou uitgewerkt in een veertiental principes van hoe je goed onderwijs, leren kan bevorderen. Um, we zijn nu bezig om multimodaal assessment toetsing te mm -hmm. gaan maken. Maar er is geen fatsoenlijke theorie, fatsoenlijke theorie van noemen: a, a cognitive theory of multimedia assessment. Mm -hmm. Is datgene wat je doet bij multimedia leren? Is dat hetzelfde? Zij werken dezelfde principes, moet het hetzelfde zijn als je gaat assessen. Omdat bij leren wil je zo min mogelijk kortiv belasting wil je zo min mogelijk franje toeters en bellen dingen die afleiden, mm -hmm. omdat je wil het onderwijs, het leren effectief en efficiënt maken. Maar bij assessment wil je eigenlijk een beetje wollig maken. Je wil zorgen dat de lerende niet meteen makkelijk kan zien wat het antwoord is, mm -hmm. maar uh, eigenlijk moet proberen door de bos, een bos de bomen te zien. En dus als je de cognitive theory of multimedia learning gaat toepassen bij assessment, kan het wel zijn dat je geen valide en betrouwbare toetsen hebben, hebt. Maar we willen graag gebruik maken van computeriseerde ICT-toetsing en assessment, multimedia erin, maar we hebben geen goede theorie erover. Ja. Nou, dat had ik willen doen, ja. maar... Tegen de tijd dat ik daarop kwam, was ik al inmiddels dik in de zestig. Ja? Dat is iets wat in 10, 15 jaar. Backcasting, ik wil over 10, 15 ja. jaar gedaan hebben. En wat heb ik daarvoor nodig? Nou, daar was geen tijd meer voor en geen geld vanuit mijn eigen instelling om zoiets op te zetten. Dus, that's the one that en um, uh, he, je deur staat altijd open. Uh, had je al eerder gezegd richting OCW om uh, hier en daar te helpen als het nodig is. Uh, die onderwijsonderzoeker die denkt van hé, hey, uh, dit is nou iets waar ik wel uh, de komende jaren uh, mijn tijd uh, en mijn denkkracht aan wil gaan spenderen. Kan die bij je aankloppen om ja, uh, op te starten? Weten. Ja? Zeker weten. En het um, is een beetje de, 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 de zaden uh, zijn uh, gezaaid, omdat bij de Open Universiteit, in de groep van Halska Jarotska, uh -huh. zijn ze al tentatief begonnen daaraan. Ik heb met Halska zelfs een boekhoofdstuk daarover geschreven, die als fundament zou kunnen dienen voor een onderzoeksprogramma over... Multimedia assessment, de principes daarachter ja. en hoe je ze moet toepassen. Kijk, um, nou, volgende week zijn Naomi Smits en Esther Stol uh, te gast bij mij. Uh, zij verzorgen uh, zaterdag 19 juni een uh, uh, sessie rondom jeugdliteratuur. Um, had jij een vraag voor hun, uh, Paul, uh, voor die ik volgende ja, week kan stellen? Ja, ja. Um, uh, uh, ik denk dat het vorige week was, heeft Aleid Truijens een uh, heel mooi. Um, Column geschreven, dit heet een basisschoolleraar die niet leest is als een dierenarts die een hekel heeft aan dieren. Ja. En daarin citeert ze een onderzoek. En ik citeer nu niet ja. het onderzoek, maar Aleid. Ja? Een onderzoek over 823 pabo-studenten stelt ruim 40% leest geen romans of verhalen. 35% leest nooit kinderboeken wanneer dat niet verplicht is. 23% leest ze ook niet wanneer dat wel verplicht is voor school. Van de studenten, Pabo-studenten, vindt 23% lezen erg leuk, 25% niet leuk of vervelend. Op de vraag of hun Pabo een boekencollectie heeft, antwoordt 24% weet ik niet. Tijdens een stage besteedt bijna de helft geen aandacht aan vrij lezen. 48% denkt onvoldoende kennis te hebben om kinderen te enthousiasmeren voor lezen. Hoe denken die twee zoiets te kunnen doorbreken? Hoe ja. denken ze dat ze toch kinderen aan het lezen kunnen krijgen als de mensen die het eigenlijk die joy of reading uh -huh. zouden moeten overbrengen, eigenlijk geen joy in reading hebben. Dat is een hele mooie vraag, Paul. Ik weet dat uh, de dames in ieder geval wel de leeshaters in hun eigen klas uh, veelal uh, omgeturrend krijgen. Maar dit gaat eigenlijk over een stapje hoger. Uh, de leraren die die leeshaters in de klas hebben. Um, dat is een hele mooie vraag om te stellen. Uh, wat dat betreft de Chipcast met Martin Boots. Maar heb ik onlangs zitten luisteren over jeugdliteratuur. Ook een dikke aanrader, zelfs voor Pabo-studenten. Uh, Paul, hartstikke bedankt dat jij uh, in onze vierde aflevering te gast wilde zijn. Um, succes met jouw uh, niet afla aflatende inzet om onderwijs... Uh evidence-informed te krijgen, uh, te houden en ook te laten zijn in de toekomst. We hopen dat we nog heel lang uh, daarvan mogen genieten. Um, nou zit er in uh, uh, de Verenigde Staten een president van uh, um, nou, midden 70 ergens. Uh, jij moet nog Einde 70. van 70. Daarom. 78 nou, toen die uh, gekozen werd. Dus uh, een minister van onderwijs, uh, uh, dat zou je nog helemaal niet misstaan. Ik hoop dat de formateurs uh, en de politieke partijen uh, je telefoonnummer hebben. En wie weet zien we je uh, daar nog terug, maar sowieso zaterdag 19 juni met twee sessies op Research ResearchEd. Uh, volgende week Naomi Smits en Esther Stol. Dankjewel voor jouw tijd en uh, succes uh, straks in de trein terug naar het mooie Zuid-Limburg. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik vond het heel leuk. Eerste in 15 maanden. Zoiets. Nou, echt een plezier. Dankjewel, Paul.